De spoorbypass is het sluitstuk van het hogesnelheidsnetwerk in België. Het is een 3,2 kilometer lange spoorlijn die verder ter hoogte van het station van Mechelen uitgerust is met twee nieuwe perrons. We zijn in de laatste rechte lijn naar de indienstname van de bypass. Achter ons is de kirokraan bezig met plaatsen van de wissels noodzakelijk voor de indienstname. In totaliteit spreken we hier over 6,4 kilometer sporen, 9000 dwarsliggers en 16.000 meter rijdraad. In juni 2013 zijn we gestart met de werken burgerlijke balken, die een drietal jaar hebben geduurd. En in 2018 zijn dan de werken voor spooraanleg, uitrustingswerken, bovenleidingswerken gestart. En nu in december gaan we volwaardig in dienst met de bypass. Met de indienstname van de spoorbypass komen we in een nieuwe fase. De perrons 11 en 12 komen in dienst. We kunnen dan beginnen de bestaande perrons 1 tot 10 renoveren. Om dan finaal het station onder die sporen onder te brengen, zodat het een hele vlotte bereikbaar is naar alle perrons, maar ook naar alle functies van het station. De concessies, maar ook de fietsenstalling, de ondergrondse parking en ook het busstation. De drie delen van de boogstructuur van de Luifel zijn geïnspireerd op de historische Veerendeelbruggen van Mechelen. En anderzijds gewoon een pragmatisch aanpak om ook de bovenleiding te integreren. Dat wil zeggen een hoger comfortniveau op en aan voor de reiziger.